Good, Kelfam! Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn, en het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik elke dag upload zolang jullie het aantal likes halen en ik zie eruit als een rapper. Zoals ik al zei, het is de hele maand Kelsember waarin ik elke dag van de maand upload zolang jullie het aantal likes halen wat ik jullie vraag. En vandaag is dat BAM! Dit moet lukken. Dit is makkelijk te doen. Like deze video, man, anders komt er morgen een nieuwe video, man. Ja, zo werkt het. Als dat nog niet genoeg is, geef ik ook een bezoekje van mij weg bij jou thuis. Ik kom gewoon chillen, potje Fortnite, eventjes lekker kopje thee. Hey, what's good, man? Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op dat bezoekje is even een reactie achter te laten onder deze video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan kom ik bij je langs. Misschien, je weet het niet. Want ja, bij iedereen langs gaan is te moeilijk, want er zijn er heel veel, maar ik kies er een paar uit. Oké, we gaan door met de video. Als je mij een beetje kent, weet je dat ik me niet zo snel gewonnen geef. Nee. Je ziet het al in de titel staan. Ik ga vandaag weer van 1 euro naar 1000 euro. Ik heb al 3 pogingen gedaan om dit te laten lukken en de 4e poging is vandaag aan de beurt. Dit zijn de spelregels, lees ze even na, ik ga ze niet allemaal behandelen, want dan blijven we bezig. De vorige aflevering ging best wel goed, daar ben ik best wel ver gekomen. Alleen ging er 1 ding fout. Ik besef me nu dat ik alles nog op marktplaats moet gaan zetten. Ja, voor de mensen die het niet allemaal gezien hebben, ik heb een bus vol met shit gratis afgehaald. Ik heb eerst alles opgehaald, toen ben ik naar huis gegaan, toen heb ik alles op marktplaats gezet, toen was het alweer avond. En dat zorgde ervoor dat ik 's ochtends gewoon eigenlijk te weinig tijd had om alles wat ik had te verkopen. Terwijl als ik bij wijze van spreken 4 uur meer had gehad, dan was het me wel gelukt. Dus daarom ga ik vandaag een andere tactiek toepassen, namelijk het volgende. Ik wil eigenlijk hetzelfde doen als de vorige keer, namelijk zoveel mogelijk dingen gratis afhalen en verkopen op marktplaats. Alleen in plaats van dat ik nu alles aan het eind van de dag op marktplaats ga zetten, zet ik het meteen op marktplaats. Ik ga gewoon direct erop gooien. Fuck it, ik ga gewoon bij die persoon thuis met dat apparaat op de foto. Ik ga gewoon mijn eigen kop in de strijd gooien. En als ik een skelter koop, ga ik gewoon op die skelter zitten, maak een foto, zet hem direct op marktplaats. Zodat ik het maximale aantal uren heb waarin mensen kunnen bieden en waarin ik afspraken kan maken om het langs te komen brengen, om het uiteindelijk te gaan verkopen. Dus dat is het plan van vandaag. In de hoop dat ik morgen rond dit tijdstip 1000 euro in handen heb. Wens me succes, Kelfam. Like deze video en ik wens je veel kijkplezier. Hey, what's good? Ik ben weer lekker bezig op marktplaats, zoals altijd. Het begint bijna als een soort van me thuis aan te voelen, die gratis af te halen functie op marktplaats. Wat me voornamelijk is opgevallen is een rommelzolder. Dat is schuim maar een zolder met allemaal zooi waar je gewoon shit mag komen langzaam. Dus ik ga die guy even bellen. Hi Andreas, je spreekt met Kelvin. Ik bel even naar aanleiding van de rommelzolder die ik op marktplaats gezien heb. Ja. Ik vroeg me af of daar nog veel rommel ligt. Luister, mijn hele zolder ligt vol. Dus kom alsjeblieft langs, man. Oké. Goed, ik kan er dus over anderhalf uur terecht. Dat is wel even chill. Ik denk dat ik gewoon weer het busje ga proberen te regelen. Best wel leuk. Hi, ik spreek met Kelvin. Ja, de vorige keer dat ik de nummer belde, sprak ik Bobby. Ja, dat is een collega van mij. Oké, top. Ik bel eventjes naar aanleiding van jullie zwarte bus. Die heeft Bobby de vorige keer aan mij uitgeleend. En ik ben vandaag het weer aan het proberen. En ik vroeg me af of ik de bus weer mocht lenen. Ja, wat mij betreft is dat geen probleem als ik je andere plezier mee kan doen. Nou, dan kun je dat ding toch wel halen. Top, man. Lekker, lekker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hallo. Ben je er weer? Ik ben Kelvin. En ja, het zou fantastisch zijn als ik hem weer mee kan krijgen. Ik denk dat wel moet lukken. Als jij een beetje zuinig op die bus bent, dan is het voor mij geen enkel probleem. Neem me mee. Ik ben aangekomen bij mijn allereerste adresje in fucking Heer Hugo Waard. Ik kom op plekken voor deze serie, dat is niet normaal. Bijles. Bijles, dat werkt. Hallo. Goedemiddag. Hey. Hi, ik kom voor bijles. Dat klopt. Ja. Nee, dat klopt helemaal niet. Hey. Hi, ik ben Kelvin. Je komt zolder leeg halen. Ja, dat klopt. Let op. Lekker. Dit is wel echt een zolder, inderdaad. Echt zo'n heerlijke rommelzolder. Ja, ja, nou ja, het is ook echt een rommel, hè. Jeetje, wat is dit al? Holy shit. Dit is allemaal zooi. Het liefst heb ik gewoon een aantal dingen waarvan ik weet, dit gaat gewoon 100 euro, 200 euro opleveren. Die neem ik mee en dan gewoon snel stappen zetten. Kijk, ik twijfel een klein beetje over dit bed, want dit is een fucking mega bed. Het is gewoon een tweepersoons bed, die mag ik meenemen. Alleen het is een beetje onhandig. Maar goed, je kan er wel gewoon 100 euro, 200 euro voor krijgen, volgens mij. Hier zijn allemaal Donald Ducks. Even kijken. Hier ook Suske en Wiske. Hij heeft gewoon een paar Jordans hier liggen. Ik ben geen sneakerhead, dus ik weet niet precies hoeveel dit waard is. Maar voor Jordans ga je sowieso geld vangen. Het zijn ook gewoon Adidas. Huk-achtig. Ja, Hup-schoenen. Nou, Hup-schoentjes krijg je ook wel veel. Dit is nice, man. Hey, nog meer Jordans. Andreas. Ja, man. Ik heb een keuze gemaakt. Ja, vertel. Ik heb heel veel schoenen gevonden.
Dat klopt. Die zou ik willen meenemen. Ja, mag. Neem mee. Oké, okay, dat klopt met tijdschriften ook. Ja. Of met Suske en Wiske en Donald Duck en zo. Ja, en het bed. Oh, alsjeblieft neem het bed mee, man. Ja, dat dacht ik al. Die moet als eerst weg. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Andreas, ik wil nog even vragen om een foto van mij te maken met al deze meuk. Ja, prima. Ik heb in de tussentijd nog wat andere dingen op Marktplaats gezien, waaronder vintage krukken. En die ga ik even ophalen. Hoop ik. Ja, hallo Dirk. Hallo, spreek met Kelvin. Ik bel even over de vintage krukken van Marktplaats. Ja, ze zijn er nog in ieder geval. Top, gaan we dat ophalen. Niks aan de hand. Gaat lekker vandaag, jongens. Geen probleem. Volk! Hallo. Hi. Hi. Hey, ik ben Kelvin. Erik. Ja. Nou, dat ziet hartstikke mooi uit. Goed, dankjewel. Ja, hey, doei. Laters. Goed, mijn busje begint al aardig vol te raken en ook nu heb ik weer wat gevonden op Marktplaats, wat je niet gaat geloven. Ik heb een keuken gevonden. Hey, hallo. Hi, ik bel eventjes over de Marktplaats keuken. Wat je gratis mag meenemen is een koelkast. Oké. Okay. Combi-magnetron en er zit nog een gaskookstel in. Hey. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo, ik ben Kelvin. Martijn. We hebben elkaar gesproken aan de telefoon. Ik heb deze combi-marathon. Ja. Koelkast. Netjes. Heb je misschien nog iets anders, aangezien je zegt dat je overal vanaf wil? Ja, ik heb hier nog een paar stoeltjes. Ja. En ik heb nog een grasmaaier in de tuin staan. Grasmaaier, dat klinkt op zich wel goed. Hij doet het gewoon. Ja, dit is niet normaal. Ik zet letterlijk net de combi-magnetron in de bus. Kijk dit. Nou, hier wordt... Dit kan toch niet? Gadver. Weet je, het blijft toch Amsterdam. Het is toch altijd weer poep op de stoep. Zo. Goed, gaan we daar even een potentiële koper voor vinden. Mijn tactiek van vandaag lijkt redelijk te werken. Aangezien omdat ik alles direct op Marktplaats zet met mijn eigen kop erbij, komen er best wel wat biedingen binnen. En dat is fucking chill. Vooral die schoenen, het gaat echt als een malle. Er is iemand die heeft op twee van de Jordans advertenties gereageerd. Met Jesse. Hi, je spreekt met Kelvin van de Jordans advertentie op Marktplaats. Ja, ik was echt zoeken naar die. Oké, nice. Dan neem ik gewoon sowieso die Jordans mee die je wilde. En dan kijken we wel even of je de rest misschien ook wil. Hi. Hi man. Ik duw even een camera in je gezicht. Ja, dat had ik niet verwacht. Het is voor een goed doel. Is goed man, ik kan ze wel alle vier van je overnemen. Ja, dat zou. Ja, dat gaat gemakkelijk. 350, 400, 450 voor je goede doel man. 450? Ja, laten we dat maar gewoon doen. Oké. Okay. Kijk, alsjeblieft gaf. Dankjewel man, dit is fantastisch. Top, hi, spreek ik met Suzanne? Ja, dat klopt. Hi, je spreekt met Kelvin. Ik bel even over de krukken van Marktplaats. Ik vroeg me af of ik ze kan komen langsbrengen voor 100 euro. Ja, zeker. Ik wil alleen wel nog even een beetje checken. Het zijn echte vintage krukken, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Nee, dan hebben we een deal. Ik ben bij een mevrouw die als het goed is heel blij wordt met deze krukken. Ik vind ze zelf best wel lelijk, maar goed, laten we het daar niet over hebben. Goeiedag. Hallo. Ik ben Kelvin. Suzanne, die kom jij brengen, dan ga ik iemand blij mee maken. Oké, okay, je gaat er niet zelf... ik zou ze zelf echt nooit kopen, maar... Nou, ik zei serieus net, ik vind ze zelf ook lelijk, maar dat ga ik niet zeggen, zei ik. Ze zijn oerlelijk, sorry, maar ik ga er wel iemand blij mee maken. Oké, goed. Het is een cadeautje dus. Ja, kijk eens aan. Nou, fantastisch. Ik heb dit vanmiddag gratis opgehaald en ik ben het gewoon allemaal aan het verkopen nu. En ik vroeg me af, en dan ga ik gewoon die brutale gast zijn, of je misschien iets hebt wat ik gratis mag meenemen, wat ik dan meteen op Marktplaats kan zetten. Ik heb hier een MacBook liggen die eigenlijk naar Marktplaats... Ik had eigenlijk toch al niet zo zin om ermee te gaan leuren, dus hier. Neem ja, echt? Mee. Ja. Hé, hey, bedankt. Dankjewel. Heel veel succes. Ik laat je weten hoeveel ik ervoor heb gekregen. Oké, okay. Yo. Bye. Ik heb gewoon een MacBook. Ik heb... Goed jongens, even de stand van zaken. We gaan lekker, het tempo zit er echt goed in. Ik ben echt geen tijd aan het verspillen. Dus dat is mooi. Even overzicht, ik heb een aantal dingen op Marktplaats staan. We hebben het bed, dat loopt nog niet echt storm, moet ik eerlijk toegeven. De MacBook staat er pas net op, dus daar zijn ook nog geen biedingen op. Ik heb alleen op mijn mooie stripboeken heb ik een bod van 100 euro gekregen. Dus dat is lekker. Fred, kijk wat ik bij me heb. Ja, dat is mooi. Wordt u hier gelukkig van? Ja, absoluut. En volgens de rechtmatige eigenaar zijn ze redelijk wat geld waard.
En zijn ze volgens mij ook best wel oud. Dusdanig op leeftijd dat u bereid bent er 100 euro voor te geven. Ja, absoluut. Dat wil ik wel. 100 euro. Dank u wel. Alsjeblieft. De MacBook. Ja, die 100 euro. Klinkt op zich goed. Ja, 100 euro. Ik heb hem wel zo snel mogelijk nodig. Ik heb vanavond een feestje. Die van mij schijnt er net niet uit. Oké. Nou, dat komt goed uit. Ik wil er ook heel snel vanaf. Dus dat is goed. Boom, bitch! Woo! We zijn gewoon een laptopje aan het verkopen. Dit is de MacBook. Nou, helemaal goed. Kijk, dat was 100 euro. Ja, super. Nou, dan neem ik deze mee. Helemaal goed. En zullen we dan wens ik nog een hele fijne dag. Hey, dankjewel. Dankjewel. Hey, succes, hè. Even genieten van. Oh ja, dankjewel. Dit is gewoon precies hoe het hoort te gaan. Ik krijg iets, een paar uur later, bam. We hebben hem verkocht. Goedenavond, mensen. Ik ben net terug van de laptop, meneer. Ik heb een reactie op de koelkast. Een aantal reacties op de koelkast. Eén meneer geeft aan dat hij nogal geïnteresseerd is. Hij is morgenochtend beschikbaar. Ik heb nog maar 250 euro nodig. En dan ben ik er. Dat wil ik er gewoon uitslaan. Hij heeft nog niet laten weten hoeveel hij ervoor over heeft. Of hoeveel hij kwijt wil. Alleen, zolang het maar gewoon 250 euro is, ben ik super gelukkig. Dat betekent namelijk dat ik het heb gehaald. Ja, hallo? Hi, je spreekt met Kelvin van de Koelkast Marktplaats Advertentie. Hi, Kelvin. Hi. Ja. Je had nog niet echt een bedrag laten weten. Je was wel morgenochtend beschikbaar, toch? Ja, okay. Ik wil nog even kijken dat het niet ratelt of dat er roest zit of zo. Daar heb ik niet veel zin in. Nee, precies, snap ik. Ik vroeg me alleen af, ik heb nog een aantal meer dingen staan. En ik dacht misschien, nou, ik heb een combi-oven en ik heb een grasmaaier, op zich ook wel een. Nou ja, goed, in principe, kijk, als de staat goed is, dan ik wil het gewoon even zien. Wat voor bedrag zit je te denken? Want ik ja, in principe zat ik toch echt wel rond de 300 te denken dan. Oké. Okay. Niet veel hoger gaan eigenlijk. Oké, okay. Ja, ik dacht zelf iets meer aan, ik dacht zelf aan 400. Oké, en dat is dan met die andere spullen? Ja, dat is met alles erbij. 350 euro wil ik wel akkoord met aan. Maar verder ga ik niet. Oké. Okay. Holy shit, dit is goud. Het is nog niet eens heel laat op de avond en ik weet gewoon al dat het gaat lukken morgen. Ik ga het gewoon vieren in de kroeg, zo simpel is het. En morgenochtend gaan we het gewoon wegbrengen en dan hebben we het gehaald. Als het goed is. Niet te vroeg juichen, maar als het goed is, moet het lukken. Proost, hè? Proost. Proost. Ik kan gewoon vanavond suipen tot 4, 5 uur. Ga ik slapen. Pak ik 5 uurtjes slaap. Rij ik daarheen. Ben ik er om 11 uur. Komt het helemaal goed. Kijk aan. Ik heb me nog nooit zo blij en brak tegelijkertijd gevoeld. Dit is nieuw voor mij, laat ik het zo zeggen. Goed, ik ben onderweg naar Op Meer. Dat is de plek waar ik heb afgesproken met de man die ervoor gaat zorgen dat ik 1000 euro ga halen. Daar word ik wel blij van. Maar ik ga wel eerst even een kopje koffie halen. Ja, dat lijkt me een uitstekend plan. Ik ben aangekomen bij Ursem Keukens. Zoals je ziet achter me. Ik moet eerlijk zeggen, die koffie doet wonderen. Ik voel me echt even een stuk beter. En hier ga ik mijn rotzooi even uitladen. Ik heb ze al klaargezet. Het is 10:55 ongeveer. Als het goed is, moet hij er binnen een paar minuten zijn. Eigenlijk had hij er al moeten zijn. Ik ga hem gewoon even bellen, denk ik. Het zou het kutste zijn ever als Freek gewoon nu niet komt opdagen. Freek, spreek wat in naar de piep. Hey, tering man. Nu werd ik gewoon weggedrukt. Net ging je echt 10 keer over voordat de voicemail kwam. Nu komt meteen de voicemail. Nou, ik bel hem nog een keer. Teringleier, hij drukt hem gewoon weg. Freek, spreek wat in naar de piep. Kutzooi! Kak! Het is nu 10:45. Natuurlijk, iemand kan een kwartiertje later zijn. Dus op zich moet ik me niet druk maken. Maar ik heb altijd gebeurt dit. Ik heb Freek nog een paar keer gebeld. Ik hoor niks. Ik word weggedrukt. Ik krijg voicemail. Hallo, met Freek. Goedemorgen, met Kelvin. Ja, kom eigenlijk even niet uit. Ik sta hier een beetje met mijn handen vol. Ik weet niet, kan ik misschien vanmiddag? Wordt toch gewoon rond om 11 uur afgesproken? Het is even bij ingeschoten. Het is even niet anders. Had je me even misschien een berichtje moeten sturen? Ja, had ik vanochtend nog even een berichtje moeten sturen.
Ja, dat had ik altijd wel even geholpen, ja. Zeker. Okay. Ik bedoel, ja. Ja. Nee, sorry man, gaat hem echt niet worden met 12 uur hoor. Ja, dan gaat het ook over. Oké, dag. Yo. Jeka. Deze guy. Nee. Wat fucking... Ja, maar echt, sorry voor mijn taalgebruik, maar wat een kutzooi. Ik heb nog een half uur. En jullie kennen me inmiddels een beetje. Ik geef me niet zomaar gewonnen. Ik ben wat berichtjes aan het sturen naar mensen die bieding hebben gedaan op mijn advertentie. Want er waren best wel wat binnengekomen. Het lastige is alleen, echt een heel groot gedeelte komt niet hier uit de buurt. Er is één bot van 270 euro die hier in de buurt is. Even voor de duidelijkheid, ik sta in Opmeer. Ergens hier in Noord-Holland woont die vrouw. Ik kan daar binnen nu en 20 minuten zijn. Alleen dan moet ze wel opnemen. Goedendag, spreek met Kelvin. U had een bot gedaan, toch? Maar ik zou hem eigenlijk binnen nu en een half uur aan iemand moeten verkopen. Ik vraag me af of dat misschien mogelijk is. Dus weet dat het op korte termijn is. Maar ik dacht, ik probeer het toch even. Ja, je weet waar ik woon? Ja, hier in de buurt, toch? Ik ben nu in Opmeer. Nee, in Den Helder. Oh. Dan ben je niet in de buurt. Nee, dat wordt dan sowieso lastig. Ah, ik kan niet eens meer nadenken. Dit was die chick uit Den Helder. Hé, maar wie komt er dan? Er is één vrouw, Sabine, die heeft 150 euro geboden op dit hele rotzooi. Alleen die woont in Alkmaar en dat is 26 minuten hier vandaan, dus dat zou kunnen. Maar ja, dat is 150 euro, dus dan ben ik er alsnog niet. En dan moet ik ook, heb ik 4 minuten over. Ik kan er niks anders van maken, jongens. Ik sta hier in Opmeer met mijn fucking koelkast en mijn grasmaaier en mijn combi-magnetron. Maar goed, jullie weten altijd wat ik dan vraag. Wil je nou dat ik dit nog een keer ga proberen? In ieder geval deze maand, want ik wil het sowieso in december gedaan hebben. Vergeet trouwens niet dat deze video zoveel duizend likes moet halen om ervoor te zorgen dat er morgen weer een nieuwe video online komt. Want het is nog steeds Kelsember. En dan zie ik jullie morgen. Ik ga even janken. Kut, Freek!